Het economisch herstel wordt steeds duidelijker zichtbaar op de arbeidsmarkt. Het UWV verwacht komend jaar dat het aantal WW-uitkeringen in de regio met 600 afneemt. Dat is dus een afname van 10,4%. Er is nog kans voor promotie voor FC Hilversum. In de tweede klasse is er een plek vrijgekomen waardoor de vier verliezers van de nacompetitie een herkansing krijgen. Morgen dinsdag 9 juni speelt FC Hilversum om 8 uur. Bij winst moeten ze zaterdag tegen de andere winnaar spelen voor de laatste plek voor de promotie. In de Oude Haven in Hilversum is zaterdagochtend een traumahelikopter geland. De gewonde is naar het ziekenhuis in Amsterdam gebracht. Volgens de politie gaat het mogelijk om een ruzie, waarbij iemand gewond is geraakt door een scherp voorwerp. Het onderzoek is nog in volle gang.